Voets, je had goud. Gefeliciteerd. Dankjewel. Waar heb jij goud door kunnen winnen? Alles of niets te rijden vandaag. Het was van begin af, op het moment dat ik op mijn paard stapte, ja, voelde het eigenlijk al fijn. Het losrijden voelde eigenlijk alles al goed. En goed, dan gaat de muziek aan en dan kruip je in je bubbel en dan zie je niks meer, dan hoor je niks meer. En dan is het gewoon rijden. En als alles dan lukt, dan stijgt ook je gevoel van tevredenheid tijdens de proef. En dan denk je, dan word je iedere keer een beetje blijer en dan wordt je glimlach steeds een beetje groter. Ja, want gedurende jouw proef brak er een brede lach op jouw gelaat door. Ja, zelfs een paar traantjes volgens mij in het stafgedeelte. Ja, want die tranen kwamen ook toen je voor jouw eigen gevoel heel lang moest wachten tot je eindelijk je resultaten te horen kreeg. Ja, soms is een minuut heel lang, dat klopt. Als ik nou naar je proef kijk, ja, eigenlijk, er zat geen fout in, er zat geen hakkeltje in. Het een fantastische kuur, door jezelf ontworpen, zelf op muziek gezet. Alles klopte. Alleen wachtte je met je eerste galopwissel, vliegende wissel, niet iets lang? Ja, ik heb twee lijnen waarop ik drie galopwissels maak. Want officieel een hele serie mag je niet rijden. Dus dan als je er drie om de vijf doet, dan mag het nog net wel. Dat is echt het maximale qua moeilijkheidsgraad, dat mag. En de eerste lijn reek om even om de zes. Omdat ik een klein beetje bang was dat mijn tweede wissel niet helemaal goed zou gaan. Dus ik dacht, nou ja, dan wacht ik een pasje langer. En dan weet ik zeker dat die goed gaat. En ja, in een kuur mag dat, want de jury weet niet wat je gaat doen. En daar heb je volledig van geprofiteerd. Ja, dat denk ik wel. En dan kan je weet ook dat je een pasje kunt wachten. In een proef kun je niet zeggen, ik doe die overgang wel bij het volgende bordje. Maar hier kun je dat iets uitsmeren, zodat je optimaal natuurlijk voor de dag komt. Dat is het mooie aan de kuur. Heel erg blij met goud. En nu je voorbereiden op de wereldkampioenschappen volgend jaar in Caen? Ja. Vanavond eerst een feestje. Vanavond eerst een feestje. Oh, misschien kom ik ook nog even langs. En in elk geval heel veel plezier op dat feestje.